Jongens en meisjes, ik ga een verhaal vertellen. En als je naar het verhaal luistert, zou je eigenlijk na moeten denken over de vraag: wat kan ik van dit verhaal leren? Luister maar goed. Wat blijft Robert toch? Wat blijft hij lang weg? De moeder van Robert kijkt uit het raam. Haar man, de vader van Robert, kijkt ook. Ze hebben al heel lang door het raam gekeken naar het veld. Waar blijft Robert? Wanneer komt hij nou terug met de schapen? Robert woont met zijn vader en moeder in Ierland. En elke dag gaat Robert met 28 schapen, hun eigen schapen, gaat hij op stap om eten te zoeken. Dat doet hij al 7 jaar. En hij is nu 17 jaar. En als je al zo lang met de schapen in het veld gaat, dan ken je natuurlijk ieder plekje. En dat is ook nodig ook, want er zijn gewone, veilige plaatsen, maar er zijn ook gevaarlijke plaatsen. Er zijn gewoon stukken met gras waar die eten kan vinden voor de schapen, maar ook moerassen waar het modderig is, waar je weg kunt zakken. En er zijn stukken rotsachtig veld en rotsachtige bergen. Maar Robert kent het gebied goed, het land, en hij kent de kudde goed. Hij heeft zelfs alle 28 schapen heeft hij een naam gegeven. Waar blijft de jongen toch? Moeder kijkt alweer en ze wordt ongerust, want het begint al een beetje mistig te worden. En mist betekent gevaar. O, gelukkig. Daar komt hij aan. Heel in de verte ziet ze hem aankomen. Vlug gaat ze wat houtblokken pakken en die gooit ze op het vuur in de haard. Dan kan hij zich straks lekker opwarmen. Als hij dichterbij komt, kijkt moeder bezorgd. Robert ziet er moe uit. En wat staat zijn gezicht verdrietig? Wat zou er zijn? En als hij dan dicht bij het huis komt, dan roept hij het met verdriet in zijn stem uit: Witkop is kwijt! Oh, dat is erg. Want ze zijn al zo arm. Vader mag niet werken van de dokter. En Robert, die moet alleen met de schapen. En ze hebben helemaal niet zoveel schapen. En nu is Witkop kwijt. Ja, zegt hij. Ineens, toen ben ik gaan tellen. En ik denk, welk schaap mis ik? Ik had er maar 27. En toen was Witkop kwijt. En ik kon hem niet zien. Ik moest bij die schapen blijven. Zeggen ze vader en moeder, zou je willen gaan zoeken, Robert? Want we zijn al zo arm. Het is heel erg als we Witkop niet meer terugkrijgen. Ja, zegt Robert, ik zou niet rusten voordat ik hem gevonden heb. Ho, wacht even. Doe eerst de schapen maar in de stal, zegt zijn vader. En moeder zegt, dan kom je eerst binnen, want dan ga ik eerst brood voor je klaarmaken. Want je moet wel te eten hebben. Moeder maakt brood klaar terwijl Robert de schapen in de stal brengt. Even later komt hij binnen. Even staat hij bij de haard en warmt hij zijn handen op. En dan neemt hij zijn herderstok weer mee en de boterhammen van zijn moeder. En hij gaat weer terug. Hij gaat zoeken helemaal de weg terug waar hij langs gegaan is met de schapen. Witkop! Witkop! Hij roept. Maar hij kan niks vinden. En het wordt steeds mistiger en nat. Zijn jas wordt nat en het wordt kouder. Maar Robert heeft als een goede herder alles voor de schapen over. Hij zoekt, inmiddels wordt het nog mistiger en het wordt helemaal donker. Het wordt nacht. Witkop! Witkop! Zou Witkop hem horen? Robert gaat het pad af vanuit het grasveld. Hij komt in rotsachtig gebied. Hij gaat langs steile rotsen en smalle paden. Heel voorzichtig moet hij doen in het donker. Witkop!
Witkop! En weer luistert hij. Thuis wachten zijn vader en moeder. Wat zijn ze ongerust. Even uitrusten tegen een boom, denkt Robert. Witkop! Hé, hey, wat hoort hij? Bè! Bè! Het is Witkop. Hij vergeet dat hij moe is en hij gaat gauw op het geluid af. Witkop, ik kom eraan! Witkop! En dan, als hij op een hoek van een paar rotsen komt... Ach, daar ziet hij Witkop met zijn achterpoot tussen een paar rotsen geklemd. En angstig kijkend kijkt Witkop met zijn kopje omhoog met zijn trouwoog. Och, Robert vergeet helemaal dat hij al de hele nacht gelopen is. Hij gaat heel voorzichtig gaat hij bij Witkop. En hij probeert wat te wrikken aan de rotsen. En voorzichtig trekt hij de achterpoot tussen de rotsen vandaan. En hij zet Witkop op zijn poten. Maar hij ziet het al. Witkop die zakt gelijk met zijn achterlijf in elkaar. Witkop kan niet meer lopen. En dan pakt hij als een echte herder Witkop op. En hij drukt hem tegen zich aan, gelukkig. En nu gauw naar huis. Een lange, lange tocht. Wat is hij nat? Wat is hij koud? En wat moet hij opletten? Het is zo donker en mistig. Robert denkt. Als ik nu eens niet terug zou komen. Als ik hier zou sterven. Wat zou er dan gebeuren? Ineens denkt hij aan meester John. Meester John, die laatst bij hen thuis was. En die heeft ernstig met hen gesproken. Hij vertelde tegen Robert en zijn vader en moeder dat er na dit leven nog leven komt. Dat het na het sterven niet voorbij is van met mensen. Hij heeft verteld dat er een God in de hemel is die alles ziet en alles weet. En dat de God in de hemel de mensen of gaat straffen voor hun zonde, of dat hij hen genadig wil zijn. En toen meester John over de Heere vertelde, keek hij heel ernstig en eerbiedig. En hij zegt, God is zo goed en ieder mens is zondig. Daar moet Robert over nadenken, terwijl die met Witkop met zijn kopje tegen zijn schouder onderweg naar huis loopt. Door het denken is hij zachter gaan lopen. En dan denkt Robert, nee, even niet nadenken nu, eerst naar huis. Hij voelt zich wat duizelig, zijn boterhammen zijn op, maar hij denkt, even volhouden Robert, denkt hij bij zichzelf. En dan ziet hij in de verte het huis al. Bij de deur van het huis, daar staat zijn vader met de buren op de uitkijk. Ze staan er al heel lang, zien ze iets in donker aankomen. Dan zien ze ineens Robert met Witkop. En ze kijken blij, maar tegelijk als zij dichterbij komt, schrikken ze ook heel erg. Wat ziet hij er bleek en koud uit. Kom Robert, gauw naar binnen. En Robert met Witkop op de arm zijn even later in de kamer. De buren hebben het al gezien. Ze kunnen maar beter gauw naar huis gaan. Ze zeggen, als we moeten helpen, dan moet u maar komen, zeggen ze tegen de vader. Robert ligt even later op de bank in de kamer. Moe en bleek en ziek. Moeder voelt aan zijn voorhoofd. Wat is hij heet? En wat begint hij te hoesten? Probeer maar wat te slapen, jongen. Misschien ben je morgen wel weer beter. Ja, denkt Robert, van morgen moet ik weer met de schapen. Moet ik weer met de schapen erop uit. Alleen Witkop zal wel thuis moeten blijven, fluistert hij.
De volgende dag stuurt vader de buren naar de dokter. De dokter moet komen. Maar als de dokter komt, voelt hij Robert aan zijn voorhoofd. En hij onderzoekt hem en hij luistert naar zijn longen. En de dokter kijkt heel bezorgd. En hij zegt tegen vader en moeder, Robert is heel erg ziek. Ik kan niet veel voor hem doen. En de dokter die vertrekt. Hij kan niet helpen. Robert is ziek. Heel ziek. Hij voelt in de loop van de dag dat hij misschien wel niet beter kan worden. De dokter kan niet helpen. En dan ineens denkt hij weer aan meester John. Als hij zou moeten sterven, meester John moet komen. Hij zegt, u moet meester John laten komen. Ik wil nog wat aan hem vragen. En meester John, die komt. Een uur later zit hij bij Robert aan het bed. En ze vertellen van Witkop die kwijt was. En van Robert die is gaan zoeken. En dat hij hem gevonden heeft. En hem op zijn arm gedragen heeft. En hem thuis heeft gebracht. Nee, zegt meester Robert, ik moet aan de Bijbel denken. Ik moet denken aan wat er staat in de Bijbel in Lucas 15. Hij zegt, daar gaat het over iemand die had 100 schapen. En die was er ook één kwijt. En toen is hij ook gaan zoeken en hij heeft hem gevonden. En weet je over wie dat gaat? Zegt meester John. Wel, zegt Robert, hij heeft goed geluisterd. Is God de herder? Nee, zegt meester John. God is de Vader in de hemel. En zijn Zoon, de Heer Jezus, is de herder. Hij kwam om het verlorene te zoeken. En dan vertelt meester John van de Heer Jezus, van het kind in de kribbe. Van de Heer Jezus, die moest lijden en sterven aan het kruis, dat er redding is voor zondaren. Hij zegt, luister eens, hij is gekomen om te zoeken wat verloren was. En er zal blijdschap in de hemel zijn, Robert, over één zondaar die zich bekeert. Er is redding. Jezus brengt verlorenen terug bij de Vader. En dan vouwt hij eerbiedig zijn handen. Hij denkt na en hij bidt. Heer Jezus, ik ben een verloren schaap. Ik ben ook bij u weggedwaald. Wilt u mij vergeven, Heere, alles wat ik gedaan heb? Meester John blijft nog een poosje stil aan het bed van Robert zitten. En dan moet ook Robert, dan moet ook meester John afscheid nemen van Robert. Hij is zo moe en hij begint steeds meer te hoesten. Kijkt meester John nog even aan. Zachtjes steekt hij zijn hand nog even op. En dan is hij weer alleen met zijn vader en met zijn moeder. Wat wordt hij ziek die dag. En 's nachts is hij soms even wakker en dan is hij weer wakker. De volgende dag, zijn vader en moeder, die zien het. Robert gaat sterven. Je kon bijna niet meer horen wat hij zei. Ze luisteren zachtjes als Robert met zijn gevouwen handen ligt. En heel zachtjes horen ze hem praten. Hij zegt, Heer Jezus, bent u mijn herder? Heer Jezus, mag ik thuiskomen bij u? Veilig thuis. Even later is Robert gestorven. Wat kun jij van dit verhaal leren? Heb je erover nagedacht? Of ga je dat nu nog doen? Wat kan ik van dit verhaal leren?